de opname. 1, 2, 3. Hoe juist de zomer voor sommigen een donkere tijd kan zijn. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik zeg, wat zegt u? Waar iemand het lef vandaan haalt? Oeh, ik ben zo'n gelukkig mens. Nee, u bent niet goed op de hoogte. Ah, een flauwekul. Ja, maar draaien, dat mag. Met het vallen van de blaadjes worden sommige mensen weemoedig. Voor de familie Lingers geldt het tegenovergestelde. Juist als de blaadjes aan de bomen komen, zien zij het somber in. Toen wij hier kwamen wonen, konden we ons geluk niet op met ons grote lichte huis. Dat de gemeente besloot een aantal kleine schattige boompjes te plaatsen, deed daar niets aan af. Nu, 25 jaar later, zijn de boompjes uitgegroeid tot reuzen. Ze nemen al het licht weg in huis, maar de gemeente neemt mijn klachten niet serieus. Rijdende rechter, wij eisen dat de gemeente de bomen weghaalt, zodat we weer van het licht kunnen genieten. Ja. Hartelijk welkom. Het is een mooi huis als ik dat zo zie. Schitterend. Ja. Woont u er al lang, mevrouw? Nou, 25 jaar samen. Hè. Waarom bent u daar in de tijd gaan wonen? Nou, ons andere huis werd te klein. Ja. En dit werd nieuw gebouwd, dus we dachten we schrijven erop in. Ja. Het was nieuwbouw. Toen was er dus ook niet veel schaduw. Er was heel veel licht toen. Er was niks. Er was helemaal niks. Er was misschien ook wel weer een beetje kaal, nee, of niet? Nee, heerlijk. Vond u heerlijk? Ja. Wanneer zijn die boompjes dan geplant? Nadat u er kwam wonen? Ja. En hebt u toen meteen gedacht, dat wil ik niet? Nee, dat waren kleine boompjes. Ja, ik vond het enig. Het is net als met kleine kinderen, hè? Zoiets. Die zijn ook heel schattig. En op een gegeven moment worden ze ontzettend groot. En dan kan je ze soms wel achter de bank plakken. Ja, maar wij vonden het gewoon geen bomen in onze wijk. Waarom niet? Nou, onwijs hoog. Onwijs hoog en ontzettend... Tegen elkaar aan. Dat viel ons tegen. En dan zegt een ander van, nou ja, dan hoef je je scherm niet meer omlaag te doen. Nou, ik zeg, ik wil liever het scherm omlaag doen als ik het wil. Maar het gaat me meer om het licht. Zonnescherm bedoelt. Ja, maar het gaat me meer om het licht gewoon. We hebben alles al licht geschilderd. Ja, wit, ja. De muren allemaal al, lichte vloerbedekking. Lichte meubels hebben we laten maken. Lampen misschien? Extra lampen? Ja, die staan al op, ja. Die ook staan gedaan? Er ook in. Als we beneden komen en het is buiten donker, dan gaat er één lamp stevast aan. Die ene lamp doet het hem niet natuurlijk, maar hij gaat wel aan. Hebt u dat ook tegen de gemeente gezegd, dat u last had? Ja, ja, ja. Wanneer? Nou, ik denk 4 jaar terug of zo. 4 jaar terug? Ja. Toen pas dacht u, nou kan ik het niet meer tegen. Nou ja, het klinkt een beetje, maar ik zat een beetje in een depressie en toen kwam het allemaal op me af. Oh ja. En dus ik wilde maar naar buiten toe om het licht een beetje van het licht te kunnen genieten. Hebben ze er toen iets op uitgedaan? Nou nee, er kon niks gedaan worden. Niks? Het werd elke keer nee, nee. Goed, nou ja, we gaan eens even kijken. We gaan eens even naar de tegenpartij. Hè. De situatie van u is duidelijk. De wethouder van Alkmaar brengt vooralsnog geen licht in de duisternis. Wat hem betreft gaat het gemeentebelang boven het belang van de familie Lengers. De Elzen in de Oudorpen Polder zijn onderdeel van de groene aankleding van de wijk. Ze staan wat ons betreft op voldoende afstand van de tuin. Dat de familie Lengers dat anders ervaart is betreurenswaardig, maar voor ons geen reden de bomen te verwijderen. Trouwens, de bomen worden goed bijgehouden, ze worden regelmatig gesnoeid. Voor het laatst is dat gebeurd in 2003. Rijdende rechter, de gemeente Alkmaar heeft die bomen zeer bewust geplant. We zijn niet van plan ze weg te halen. Welkom, heren. Ja, wat is uw portefeuille? Onder andere stads- en wijkbeheer. Ja. En in dat kader ga ik ook over de kapvergunningen. U bent hoofd wijkbeheer, hè? Dat klopt, ja. Ik geef leiding aan ongeveer 6 jaar aan de, onder andere hebben wij over de bomen in beheer. Bent u al lang wethouder eigenlijk? Ik ben 5 jaar wethouder. Oh, dat valt nog wel mee. Ja.
Wist u van deze problematiek af? Ja, dat wisten we. Ik wist van die problematiek af. Ja. En het is zo dat als er verzoeken komen om bomen, gemeentelijke bomen, te kappen... Ja. Dat we daar ook altijd heel serieus naar kijken. Maar in dit geval hebben we gekeken, is de afstand tot het huis is die groot genoeg? Nou, dus bomen staan 17 meter van het huis af. Is er genoeg lichttoetreding? Ja, maar als ze hoog genoeg zijn, dan kunnen ze toch nog een heleboel schaduw werpen natuurlijk. Dat kan, ja. Maar het is wel zo, doordat ze wat verder weg staan... Kan er toch nog genoeg daglicht toetreden. Ja. En dat voldoet ook wat dat betreft ook aan alle normen die we hanteren. Ja. En op grond daarvan hebben we gezegd, ze blijven staan. Ik snap het. En daarbij kon er ook nog wel dat de bomen zijn natuurlijk niet voor niets geplant. Het ziet er schitterend uit. Het is ook een wijk waar we heel nadrukkelijk gezegd hebben, bomen die zorgen voor een goede aankleding. Het zijn niet alleen de drie elsen voor de familie Lengers, maar het is echt een mooie bomenrij. Ja. Waarom is er in de tijd voor grote bomen gekozen? Omdat het in die hele structuur van die wijk goed past. Ja, dat vind ik een vage zin. Ja. Het is ook niet democratisch gegaan. Want nee. Ik had u wel eens langer zien komen. Laat ik zeggen, als we het nu zouden doen, zouden we het anders doen. Dan zouden we de bevolking er wel eens wel bij betrekken. Maar toen was natuurlijk wel een situatie waarin, laat ik zeggen, gedacht werd wat goed voor de burger was. En als we nu dergelijke situaties zouden doen, dan praten we inderdaad in overleg met de burger over de aankleding van de wijk. Dat moet ik u inderdaad toegeven. Ja. Kunt u zich de klacht van de familie Lengers enigszins voorstellen? Uiteraard, laat ik zeggen, het gevoel wat de familie Lengers heeft, die begrijpen wij. Ik bedoel, we kennen de achtergrond van de familie Lengers. Dus in die zin, uiteraard, we leven mee in die zin. Dat wel. Ja. We hebben helemaal geen hekel aan bomen. Ik vind de natuur prachtig. Ja. Wij fietsen vaak, nou dan genieten we van de bomen en dingen. Maar dus dat is het punt niet, maar het licht is het. Goed, we gaan eens even kijken naar die lommerrijke laan. Meester Visser besloot in Alkmaar zijn licht eens op te steken. Samen met de wethouder werd hij aan het werk gezet. Met de wethouder. Ik ben Chris Warger, hoofd van afdeling Dijk, die van de gemeente. Ik ben Lengers, ik woon hier. Dit is mijn vrouw. Mevrouw Lengers. Klaagster, ja. Dag meneer Van der Brink. Bovenop van de week, ja. Bovenop van de Visser, Frans van der Meij. Goeiedag. Welkom, je bent de lichtdeskundige. Ja. En om licht gaat het? Ja, het gaat om licht, ja. Want waar woont u? Hier. Op deze, ja. En deze bomen? Dat vinden wij de bodem, dus ja. En daarachter ook nog bomen? Ja. Ja. Ah, ja. Ja. En ja, u vindt het donker als je hier gaat zitten. Ja, als je dan wat leest is het inderdaad een beetje donker, hè? Ja, soms nog wel donkerder, want het is nu nog vrij licht. Ja. Nee, maar als het donker weer is, dan als de bomen nog vol zijn, dan is het gewoon donker hier en het is bewolkt. Dan, Ja, meneer Van der Meij, u heeft spullen bij u? Genoeg. Ja. Nou. Het staat klaar, dus we kunnen zo aan de slag. Ja. Oké. Nou, zegt u het maar. Zullen we naar buiten gaan? We gaan weer. We gaan eerst buiten meten dan? We gaan dan eerst kijken wat er aan omgevingslicht is. En daarna gaan we binnenkijken hoeveel er van het omgevingslicht binnenkomt. U gaat in het zonnetje staan. En u houdt deze tegel ongeveer 45 graden voor uw buik, op deze manier. Even proefdraaien. Dus zo. Als u zo gaat staan, prachtig contrast tegen uw zwarte jas. Gaan wij ons naar de voortuin begeven? Eigenlijk is de bedoeling dat u hem van u afhoudt en dat er geen licht naar u reflecteert. Dus u moet eigenlijk een beetje van de lichtmeter af gaan staan. Ja, zo. Gewoon met gestrekte arm. Gestrekte arm. Ja. En als meneer Visser zo staat, dan ga ik daar nu een opname van maken. Daar gaan we. Bij drie maak ik de opname. 1, 2, 3. Opname is klaar. Opname is klaar. Opname is klaar. En wat was hem? 2512. 2512. En dan gaan we binnen meten om te zien hoeveel licht er binnenkomt. Ja, gaan we doen. Die tegel moet mee? En ook de camera gaat mee. Want normaal gesproken zou ik hier dan gaan lezen. Ja. En dan een beetje zo. Ja. Opname gaat weer starten. Ik ga tellen. 3, 2, 1. Klaar. Nou, dan hebben we de lichtmetingen gedaan, waarvoor vast onze hartelijke dank. En u dank voor uw assistentie. En dan ga ik buiten verder met het bomenwerk.
Oh jee. Volgens mij red ik het niet. Tot het midden van de, zeg maar 16,70 meter. 16,70 meter. Dat is ruim buiten de 2 meter. Ik kijk even naar meneer van den Brink. Wat, dit zijn drie dezelfde bomen? Ja, wat zijn er dat zijn drie elzen. Ja. Drie, ja, elzen. Drie elzen. En gaan die nog verder groeien? Nou, ze beginnen een beetje, wij noemen dat in de volwassen fase, in een eindvorm te geraken. Dat betekent dat ze qua omvang niet veel meer toe zullen nemen. De lengte groeien is een beetje uit de bomen. Maar de breedte wel, want hoe hoog is die kruin ongeveer? Ik schat ze ongeveer dat deze nu om een meter of 15 zijn. De bomen. 15 meter. Ja. Luister mensen, ik heb hier genoeg gezien. Ja? Ik zie u vanmiddag terug voor de hoorzitting. En dan zullen we verder over de zaak praten. Dan horen we ook wat de deskundigen te melden hebben. Ja. Ik zie u straks. Ja. Dag. Okay. Ik wou toch nog even iets aan u vragen. Hoe erg moet het zijn, wil u wel tot kampen overgaan? Hoe het erg moet zijn? Ja, u zei soms is het individueel belang gaat boven het algemeen belang. Wat voor situatie moet je dan aan denken? Nou, als het bomen staan die heel dicht bij het huis zijn. Er zijn ook wettelijke normen voor. We volgen daar ook landelijke richtlijnen voor. Het is een bomenstichting en die beschrijft precies hoe je met bomen moet omgaan, hoeveel afstand er moet zijn, hoe je het onderhoud moet plegen. Nou, u kijkt er haast wat vermoeid bij. Nee. Al die regels en al dat gedoe. Nou, in dit geval is het wel goed dat je dus ook aan regels houdt, omdat je dus absoluut moet voorkomen dat je willekeurig bezig bent. Ja. We gaan eens eventjes naar de hoorzitting. Op de hoorzitting probeerde meester Visser de feiten in een helder daglicht te stellen. Ook de mening van de omwonenden werd gepolst. Welkom, wij zijn hier in Alkmaar. Of zijn we in Oudorp? Oudorp. We zijn er nog in Oudorp, maar het is wel gemeente Alkmaar. En aan de orde is de zaak van de familie Lengers tegen de gemeente Alkmaar, die ook Oudorp al sinds mensenheugenis erbij heeft. Vandaag vertegenwoordigd door wethouder Binnendijk. U bent al een tijd bezig, mevrouw. Ja. Want er is eerst een handtekeningenlijst geweest die niet meer voorradig is, omdat u hem in woede verscheurd heeft, heb ik begrepen. Ja. Ik heb er nog één gekregen. En daar staan nog wat namen, allemaal mensen van de Vredenbeurt. Dat is aan de andere kant van de stad. Ja, ja, ja. Maar omdat we ook via de gemeente kregen we nog een brief binnen van mevrouw Leijsins. Ja, Leijsius. En zei, ja, ik heb wel getekend, maar ik dacht dat voor snoeien was, niet voor kappen. Want ik vind die schitterend. Ja, wij zijn ook geen bomenhaters hoor. Helemaal niet, want ik vind het natuur gewoon prachtig. Maar... Nee, maar wat die mevrouw ook schrijft, dat bedoelt de gemeente. Ja. Wat moeten we met zo'n lijsten bedoelen, dat de mensen weten niet eens waarvoor ze tekenen. De andere kant wel. Ja. Deze mevrouw. We hebben die brief inderdaad ook aan u doen toekomen. Van, de buren die zijn er pertinent op tegen. De bomen geven onze wijk een schitterend parkachtig aanzien. Dat is ook de opzet van de wijk geweest. Ik heb het daarvoor ook gelezen hoor. U heeft geen klachten van andere mensen in de buurt? Niet dat ik weet. Zijn het allemaal mensen uit de buurt hier in de zaal? Ja. Nee. Laten we even eventjes kijken. Niet dat we maken er geen verkiezingen van, maar gewoon eventjes. Welke buurtbewoners willen die bomen weg? Drie handen zie ik. En vier handen zie ik. Zijn er ook mensen die bomen graag willen houden uit de buurt? Die zijn thuis gebleven. We zijn net bij u voor de deur geweest. Ja, het is niet echt donker binnen. Ik hoef er niet de lamp aan te doen. Nou ja, u kunt vragen, maar diverse weten gewoon dat het wel donker bij ons in huis is. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje subjectief. Hè? De een vindt het donker, de ander licht is maar wat je gewend bent. Daarom hebben we ook ingenieur Van der Meij bereid gevonden om vandaag objectieve gegevens te verstrekken. Ja. Hoe licht of donker is het binnen? Er is een bouwbesluit en in dat bouwbesluit is vastgelegd de hoeveelheid daglichttoetreding. Daar zijn allerlei normen voor waarop die gemeten moeten worden. Het huis van de familie Lengers voldoet aan die minimale eis. Daar ben ik blij mee. Ik wist niet dat er ook daar alweer regels voor waren. Er is dus ook een regel voor daglichttoetreding in woningen. Ja, die is ook goed, zeker. Maar die is nageleefd. Die is nageleefd. Maar het gevoel van mevrouw Lengers kan best wel gegrond zijn. Alleen qua norm zitten we gewoon op het goede niveau. Ja, maar u gelooft er niet erg in? Nee, ik geloof er niet erg in. Nee. Omdat we zo vaak sombere dagen hebben. Ja. En als je nagaat dat wij er kwamen wonen, dat het een prachtig licht huis was. U bent er komen wonen in 1980? Ja. Nou, we hebben nog fotootjes van waar de bomen geplant zijn. U hebt foto's bij u? Ja. Laat me even kijken dan. Nee, dat kan niet. Eerder. Dit is tijdens de bouw gedaan. En tijdens de bouw heeft er totaal geen bomengroei geweest. Nou, ja, dit is een nieuwbouwwijk, hè? Het is een nieuwbouwwijk. Waarin de eerste zandstormen voorbij zijn. Ja.
En dan komen er, worden er leuke boompjes geplant. Ja, dat dachten wij ook. Maar ja, die groeien dan. Ja. En, dat is de klacht ook geweest van mijn vrouw in de beginfase. Waarom wordt er niet wat meer gesnoeid? Dat we evengoed nog weer wat licht krijgen. En daar is pertinent niet aan voldaan. Aan onze vraag niet. Dan kijk ik even naar onze bomendeskundige. Meneer Van der Brink van de Bomenwacht Nederland. Ja, daar bent u. Ja, goeiedag. Ik wil niet op uw vakterrein komen, maar ze zien er gezond uit, of niet? Ja, de bomen, alle bomen die er staan, die verkeren in een goede conditie. Nou, ik word de gemeente ook verweten dat er niet voldoende gesnoeid is. Wat vindt u daarvan als vakman? Nou, de bomen zijn opgekroond. Nou ja, een dood hout zit er ook niet overmatig in de boom. Dus het voldoet aan de eisen. En als je daar nou verder aan gaat zagen? Je zou nog kunnen snoeien. Misschien wat in de buitenkroon of misschien nog wat opkronen. Maar helpt dat? Maar dat zal niet veel helpen, nee. Dus eigenlijk is een alles of niks kwestie wordt het? Ja, als je zwaar gaat snoeien, dan is het geen snoeien meer, dan is het kappen. Okay. Dus dat, Mijn vrouw verkeerde in de situatie dat ze geestelijk nogal in de war was. Met depressies. En het donkert in huis deprimeerde haar nogal. Ja. En daar liep ze erg veel mee over het aan. En het typische was dan, als het een donkere dag was, begon ze daarover. Ja. Mijn secretaris die heeft op internet gekeken voor mij en die kwam met een volgend stukje. Waaruit valt te lezen dat heel veel mensen gevoelig zijn, met name in de wintermaanden, dat er te weinig licht met hoge intensiteit is. En 3-5% van de bevolking heeft er zoveel last van dat ze in een depressie terechtkomt. En die moeten daarvoor zelfs naar de huisarts en de psychiater. We hebben dus echt wel met een probleem te maken. Ja, in die zin, als het gaat om winterdepressies, de bomen hebben dan ook geen bladeren. Dus de lichttoetreding, die is in ieder geval al veel beter als bijvoorbeeld in de zomer. Maar mevrouw heeft daar dus echt psychische last van. Is dat iets wat je mee moet wegen? Dat zou kunnen. Nou, wat we pertinent niet willen in Alkmaar is dat we naar willekeur gaan handelen. We volgen daarbij ook de landelijke richtlijnen van de Bomenstichting. Het is een heel systeem waar alle bomen in beschreven staan. Ze worden gecontroleerd. We hebben alle mogelijke richtlijnen, regelingen, dus voorschriften, alles gehouden. We bekijken ook naar de wettelijke voorschriften. Maar wat moeten we nu met mevrouw? Ik zie verder geen andere mogelijkheid om toch het verzoek om kappen af te wijzen. Ja, maar mijn vraag was, wat moeten we nu met mevrouw? Probeert u zich even te verplaatsen in een andere partij? Ja, nou, ik kan me best voorstellen dat mensen het niet prettig vinden als bomen dichtbij staan of ver weg staan. Maar dat kan dus nooit voor ons het uitgangspunt zijn voor beleid. Nee, maar beleid heeft altijd uitzonderingen. Ja. Want, ja, ik bedoel, het is heel erg als je depressief bent. Depressiviteit is een ernstig, is een volksziekte in Nederland. En als het je treft, dan is dat heel erg. Nou, als ik ervan overtuigd zou zijn dat de aanwezigheid van die bomen ook de oorzaak zou zijn van het probleem. Maar het is nog maar de vraag of het kappen van die bomen het probleem zou oplossen voor die mevrouw. Daar ben ik niet van overtuigd. Goed, nou, ik ga over de zaak nadenken. En binnen niet al te lange tijd zal ik u in de studio in Hilversum vertellen wat ik van de zaak vind. Ja, mevrouw Lengers, hebt u het idee dat uw depressie iets te maken heeft met die bomen? Nou ja, ik kan echt niet tegen donkerte. Nee, maar het kan toch zijn dat je, laten we zeggen, ergens depressief van wordt en dat het vervolgens versterkt wordt of niet overgaat vanwege die bomen? Nee, maar ze had het vroeger al. En wat zegt u? In ons oude huis had ze het ook. Dat was ook een donker huis. Maar hebt u het gevoel dat uw vrouw's depressie uitsluitend komt door dat gebrek aan licht? Of dat het ook met andere dingen. Depressie zit in het hoofd natuurlijk, hè? Ja. Dat is het. En als je dan ga je zoeken, denk ik. Als je dat weer hebt en weer. Ga je toch kijken en zeggen: God, waar komt dat vandaan? Ja. Kijk, dat was natuurlijk een moeilijke tijd voor u ook. Toen uw vrouw zo depressief was. Waarom denkt u dat ik zo breed geworden ben? Kom allemaal op mijn rug aan. Ja. Maar, geintje natuurlijk. Nee, maar daar leef ik ook mee op. Als de eerste symptomen komen, dan dat heb ik net gezegd, dan denk je, gaat het wel weer over. Maar dat gaat toch druk in, vooral in onze. Je probeert het voor de kinderen te een beetje weg te schuiven. Maar die jongens worden ook groter en die zeggen ook, ja, mijn moeder, niet dat ze loopt te schreeuwen in de stad, maar kinderen merken dat ook. Natuurlijk merk je dat, ja. Ja, ze zoekt het nou in. Dan gaan we die polder maar rond. Die polder die kennen we wel uittekenen, want ze komt er alle dagen lang. Nou ja, ze loopt maar rondjes. Ja. Waar komt dat dan door, denkt u? Ja. Dat we even over u praten? Nee, ja. Komt uit de geest, volgens mij. Ja. Dat is het gewoon. En zwaarmoedig.
Denken, als hij iets doet, dan zullen ze zeggen, nou, wat zal de buren ervan denken? Of wat zal hij terugzeggen? Ja. Dat zijn ook symptomen die ze hebben. Ja, dan zeg maar, ik, laat ze eerst maar eens komen. Maar denkt u dan dat het over zou gaan als u meer licht zou hebben? Want dan denk ik, dan heeft het misschien ook toch met andere dingen te maken. Nou, ik voel me gewoon prettiger als het licht is. Hebt u wel eens over gedacht om gewoon in een heel ander huis te gaan wonen? Nou, hoef ik niet. Ik heb het niet over. Wel hartstikke mooi. Ja, ja, dat is anders. Als de uiteindelijke consequentie? Nou, niet in deze situatie. Nee. Ze hebben last genoeg van die bomen. En, daar, en er zit genoeg ruggengraat in dat ze dat wel wil torsen, denk ik. Want we wonen nogmaals. Prachtig. Het is prachtig. Ja, goed, we wonen er heerlijk gewoon. Het is me duidelijk. Wij gaan eens even naar de uitspraak. Maar voor we naar die uitspraak gaan, nog even dit. Voelt u zich ook in het donker gezet door de gemeente of hebt u een ander probleem met ze? Dan kunt u bellen 0900-1301. En dan nu de uitspraak. Moet de familie Lengers het blijven doen met kunstlicht of gaat de zon ook voor hen straks weer schijnen? Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van de familie Lengers tegen de gemeente Alkmaar. Ja, objectief gezien is deze zaak niet zo moeilijk. Want ja, kappen kan immers alleen worden gevergd van de gemeente als de bomen, zoals dat heet, onrechtmatige hinder opleveren. Want nu, zo erg is het allemaal niet. En in de woning van de familie Lengers is het ook niet abnormaal donker te noemen. Er is in deze zaak echter wel wat bijzonders aan de hand. Want mevrouw Lengers die leidt aan depressieve klachten en die kennelijk, dat wil ik wel aannemen, verergeren bij donker weer. En verondersteld mag dan ook worden dat zij waarschijnlijk enige baat zal kunnen ondervinden bij het kappen van die bomen. Is dat nu voldoende om te kunnen zeggen, om te kunnen oordelen dat de gemeente alsnog moet worden verplicht om die bomen te kappen? Het private belang van de familie Lengers, van mevrouw Lengers in zijn bijzonderheid, zal het in dit geval toch moeten afleggen tegen het algemeen belang dat zich verzet tegen het kappen van hele rijen gezonde bomen die geen bijzonder gevaar of ernstige hinder opleveren. Mevrouw zal dus andere oplossingen moeten zien te vinden voor haar probleem. In elk geval mag niet van de gemeente worden geëist dat ze die bomen kapt. En de vordering moet dus worden afgewezen. Dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Ja, ik vind het heel spijtig voor u, mevrouw. Ja. Nou ja, wij ook. Ik begrijp dat verhuizen geen optie is. Dus misschien ja, toch iets anders, lichttherapie. Nou ja. En dat u echt tevreden bent, kan ik me ook niet voorstellen. Nee, ik vind het heel sneu. De omstandigheden waarin mevrouw Lengers verkeert met haar depressiviteit. En ik hoop van ganser harte dat zij de hulp krijgt die zij echt ook nodig heeft. Ja. Goed, in ieder geval, ik dank u hartelijk voor uw deelname en voor uw komst. En u ook hartelijk bedankt voor het kijken. Tot ziens. Dag. Nou, wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900-1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120-10-1100 AA in Amsterdam.